reclamebureau of zo. Ja, jij wel. Ik rij hier rond in de groene haven. Ik zie al. Hey, hier is Martin. Alles onder controle. Ja. Ik wil op elkaar allemaal komen filmen van alle kanten. Wat? Oh, ben je echt te filmen? Ja. Oh, gek uit. Hoi. Hij moet luisteren. Ik kom zo bij je. Over een paar minuten eerst krijg je... Goedemorgen. Ja? Hey, Jette. Hoi. Martin, vertel eens het hoogtepunt dit jaar. Nou, we zijn een jaar bezig geweest. De mensen geloven me niet. Als ik dat hard van tevoren zeg. Als je nu rondje kijkt, denk ik wel dat het enigszins wel een klein beetje klopt. Dat is heel andere indeling, hè, deze ongelooflijk. Keer. Ongelooflijk. We hebben hier de Go Dutch. Ga eens even met je camera die kant op. Meestal nog gekkigheid hier. We hebben hier de ramenbank. We rijden even stiekem de camping op. Er is nog niemand. We gaan voor papieren lopen. Oké. Okay. Oh, nog best ver het allemaal gebeuren, zag ik. Nee hoor. Nee. 3 dagen hebben we een stad opgebouwd. Wat een optreden, zeg. Hey. Kijk, deze mensen zijn al bezig. Hey. Kijk, dit trekt pas kijkers, hè. Ik kan me toch even vasthouden. Jezus. Dat is niet vaak een keer meemaken. Hoe hard ken die? Hoor. Oké. Dan zijn we nu bij de Antwerpen Festival, City of Dance. Jezus. Hoe ver is Wil? En de Heilige Boys zijn weer terug, zag ik. Hartstikke idee. Die worden allemaal verkocht op het festival. Nu hebben we Rock of Fame. Met Bakker Bart erbij. Bakker Bart erbij. Ja, het gaat om de deel van een kabel op het ding. Hebben we hier Pride the Red Bull. Komt daar een grote deel deze. Zijn we hier bij de Food Village. Heel veel foodtrips filmen jou, allemaal lokaal. Ben hier beland bij de Main Stage. Grootste ledscamp ooit op deze zo mega stage hebben we dat ook. Het is een lounge area. Chillen. Beachboom, ook zelf product daar, geef je nog. Hier, de Latin Stage. Moet jij nog druk mee te laten handelen? Ja, ik weet het, hè. Kijk je af, jongen! We hebben grote vrienden die elk jaar op festival meekomen helpen. Een speciaal plan bedacht om waanzinnige leuke barretjes te creëren. Heel veel pelletjes. En op een gegeven moment staat het klaar. Er zijn 4000 krukjes Heineken staan erin. 3000 pellets worden hier neergelegd. Ook niet onbelangrijk. First aid. First aid. We hebben hier een waanzinnige stage ook. Met trappen erin, alles trap en draad. Een waanzinnige lichtshow komt hier ook uit. Binnenkort. Mooi. Dus ja. Ja, super. En alles komt een beetje, alles past een beetje. En ben je uitverkocht dit jaar? Of nog niet? Of... We zijn druk bezig, maar het ziet er wel heel goed uit. Net vandaag is een Free Friday. Free Friday. Iedereen kan de helft van de trein komen genieten en gratis. Dan krijg je alles te zien, alles te doen. Kom lekker drankje drinken. Alle foodtrucks zijn lopen. We hebben hele leuke optredens. Ook voor jongeren. Dus als je jonger bent als 17 jaar, mag je nu naar binnen. Je mag nog geen alcohol drinken. Dat is logisch. Maar we hebben wel kindercocktails hier, alcoholvrij. Kun je ook nemen. Tipaan Bierplein, zie je dat? Ja. Alle lokale ondernemers zijn ook weer aanwezig met lekkere biertjes voor de ouders. En dat is een lokaal brouwerij Kees hier, zo zie ik het net staan. Maar voor iedereen reclame maken is belangrijk. Heel belangrijk. Dus ja, dat is een beetje van, oh, ik ben één ding vergeten. Voor de mensen die niet van de harde muziek houden, maar toch een beetje muziek willen horen. Silent Disco. Yes, komt eraan. En de laatste vraag nog, binnenstad. Daar is morgen is er nog een kleine parade. Morgenmiddag. Oh, dat was ik helemaal vergeten. Ja, oh, dat moeten we ook nog even doen. Moeten we nog even heen rijden? Ja, we hebben een stuk of 20 loopgroepen hebben we daar zo staan. Het begint rond een uur of 2 in de binnenstad. En dat is hartstikke gezellig. Ook weer heel veel lokale ondernemers of goede doelen die meedoen. En dan hebben we parade, net zoals vroeger, niet met de wagens, maar dan met het...
de lopers. Ja. En dan gaan we lekker leuke zoete van maken. En er zijn al één of twee wagentjes er tussendoor rijden. Met leuke muziek. En we hebben nog een paar workshops. Ook nog in de binnenstad. Dus eigenlijk. Dus er zijn ook podia in de binnenstad, of niet? Dus geen podia, rijdend podium is Oké, heel goed. Helder. En dat is Kikkie Dikkie gezellig. Dus kom lekker kijken. Oké, super. Verder nog iets toe te voegen, nog een laatste opmerking. Ik hou van iedereen. Kijk, dat is heel mooi. Dankjewel, Martin.